3D-printing is inmiddels volop geaccepteerd in veel markten en biedt steeds meer mogelijkheden als het gaat om het duurzaam vervaardigen van producten. Tot voor kort was dit in de brillenmarkt nog niet het geval, omdat het niet mogelijk was om naast frames ook functionele lenzen te printen. Met de hedendaagse ontwikkelingen is de brillenmarkt nu wel klaar voor adoptie. Hoe brillenglazen dankzij deze technologie geproduceerd kunnen worden en welke voordelen dat oplevert ten opzichte van traditioneel vervaardigen van brillenglazen wordt uitgelegd door Eva Flipsen en Guido Groet van LuxExcel. Heel veel mensen dragen tegenwoordig een bril en die industrie is eigenlijk eeuwenoud. En om een lens in jouw bril te krijgen, met de traditionele technologie wordt er van uitgegaan van een groot brok materiaal, zoals je hier kan zien. En met verschillende machines wordt er steeds meer materiaal afgeslepen. En uiteindelijk komt er een brillenglas uit die zo in je frame gezet kan worden. 3D-print is tegenwoordig erg in opkomst. Je ziet vooral heel veel frames die ge-3D-print worden. Alleen je kan ook lenzen 3D printen. En dan ga je dus niet meer uit van zo'n groot blok materiaal. Maar print je eigenlijk meer in een kleinere vorm die eigenlijk gelijk in je brillenglas gezet kan worden. 3D printen van lenzen is vrij uniek. En wat er eigenlijk gebeurt is, je hebt een stage die gaat onder een printkop. En tijdens dat die onder de printkop wordt, wordt er hele kleine druppeltjes afgeschoten. En zo bouw je eigenlijk een klein laagje van heel veel verschillende druppeltjes. En elke keer gaat die printplaat weer terug. En dan wordt het uitgehard met UV-licht. Nou ja, je kan je voorstellen, die lens bestaat uit heel veel druppeltjes, tot wel een miljoen kleine druppels. En die smelt eigenlijk op een manier samen, zodat het niet nabewerkt of gepolijst wordt. Maar hij kan eigenlijk gelijk een coating krijgen waarna hij in je bril gezet kan worden. Traditioneel worden lenzen gemaakt van halffabrikaten, zoals deze. Dat zijn dikke blokken plastic die in lage lonenlanden gemaakt worden, met heel veel energie en heel veel watergebruik. Wat er vervolgens gebeurt is, dit halffabrikaat wordt in de lokale markten op maat geslepen tot deze lens. De rest van het materiaal is afval. En in dit hele proces worden ook allerlei zware metalen gebruikt, zoals lood, cadmium en indium, die in andere industrieën al verboden zijn. In de brillenindustrie wordt dat nog gebruikt. Wat de 3D-printer doet, is die print direct deze lens, zodat die direct klaar is om in het frame gezet te worden. Naast de duurzaamheid van 3D-geprinte glazen zijn er met deze technologie nog een heleboel nieuwe dingen mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld zonnebrillen maken op sterkte die onmiddellijk van kleur wisselen. Je kan dus ook bijvoorbeeld camera's toevoegen aan het brillenglas, zodat je de oogbewegingen kan volgen, zodat je met je ogen je telefoon kan bedienen. Met deze technologie kan je echt het brillenglas van de toekomst maken. De laatste 200 jaar is je bril eigenlijk hetzelfde gebleven. Met deze technologie kan je echt intelligentie toevoegen aan je brillenglas.